Hoi hoi, we zitten in week 7. Dat wisten jullie al, want jullie hebben het vorige shot gewoon gezien. Het is inmiddels woensdag, was vandaag mama dag en ik ben vandaag geweest shoppen met mijn moeder en Olivia in Nijmegen. En ik had een nieuwe klacht erbij, kwaaltje in deze zwangerschap. Naast de enorme misselijkheid, vermoeidheid en pijn in borsten, wat gewoon constant het geval is, heb ik dus nu ook last van mijn rug. En een soort stijfheid of zo. Het is ook in mijn hele rug. Dus niet alleen onder in mijn rug. Dit eerste trimester is gewoon kwaal city. Het is alleen maar kwaaltjes. Sorry voor mijn geklaag. Want het was dus super leuk in de stad. Olivia is echt een topkind. Ja, ik denk echt dat ik de hoofdprijs heb met Olivia. Want ze is gewoon zo leuk om mee te shoppen. Ze gaat gewoon mee tussen die rekken kijken. En dan bij alles gekleurde zegt ze, mama mooi. En dan houden ze het zo voor. Of oma mooi. Super lief. En ze hebben lekker met z'n drietjes geluncht in de stad. En na de lunch zei ik, nou ga je lekker slapen in de kinderwagen. Ja, dat ging ze doen. Dus zette haar in de kinderwagen en ze ging zo liggen. En ze lekker uurtje, anderhalf uur slapen. Ja, echt een voorbeeldig kind. Kan niet anders zeggen. Maar waarom ik mijn camera erbij pakte is omdat we morgen natuurlijk de eerste echo hebben. Ben ik best wel zenuwachtig voor. Ik weet wel dat het goed zit aangezien ik zoveel symptomen heb van zwangerschap. Dus ik weet gewoon, ik ben zwanger. Ergens zit zo'n gedachte van, zullen het er twee zijn? Omdat ik zoveel last heb van vermoeidheid. Had ik bij Olivia niet zo extreem als nu. En ik heb natuurlijk geshopt vandaag en dat wilde ik aan jullie laten zien. En dat ga ik morgen aantrekken. Dus ik dacht, anders heb ik het niet laten zien voordat ik het aan... Ja, dat kon niet in mijn hoofd. Dus ik had een setje gekocht. Het was deze lange rok in een soort crème kleur met een best wel hoge split. Super leuk is die, hè? Hij is van de Primark. Hij was 18 euro. En dan daarop. Kijk, dit past bij elkaar. Dit blouseje ook van de Primark. Die heb ik dus nog niet aangehad. Die wilde ik dan op die rok doen. En dat is dan een blouseje met korte mouwen. Dat was 8 euro. Ook van de Primark. Ik vond het zo'n leuk setje samen. Echt zo'n mommy outfit. Ik weet niet hoe lang ik die rok aan kan. Want op een gegeven moment zit die buik natuurlijk te strak. Maar voorlopig heb ik nog niet echt een buik. Ik kan het wel even laten zien. Dan moet ik even op mijn stoel, denk ik. Kijk, ik heb niet echt... Nee, dit is gewoon hoe dik mijn buik al was. Hij is misschien een beetje bloated nu, omdat het in de avond is. Maar verder is dit niet echt een zwangerschapsbuik. Maar ik heb nog heel veel meer gekocht. Deze hele zak vol. Bij Olivia had ik zo'n invulboek van de Vibra. Dus ik was naar de Vibra gegaan. Hadden ze weer van die invulboeken. Dus ik heb meteen een mijn 9 maanden boek gekocht. Hier ga ik wel pas beginnen in te schrijven vanaf 13 weken als ze die echo hebben gehad. En dit is mijn eerste jaar. Dat is ook, daar heb ik in Olivia's boek niet zo heel veel in geschreven. Maar ik ga het bij de tweede baby gewoon weer opnieuw proberen. Oké, waar beginnen we? Nou, sokken bij de Primark. Hele leuke print. Aardbeien. Cola flesjes. Andere cola flesjes. Eieren. Kersjes. Beertjes. En mondjes. Heel leuk. Dan heb ik weer zo'n zomerhoedje voor Olivia gekocht. Die was 6 euro. Die sokken waren trouwens 4 euro. Is toch geen geld voor sokken. Heb ik even wat leggingjes gekocht. Omdat ik toch die broeken allemaal vaak te warm vind in de zomer. Maar een korte broek, daar kan echt maar op sommige dagen. Dus vandaar leggingjes 5 euro. Dan was Name It, die winkel. Was in, die ging niet sluiten, maar die filiaal ging sluiten in Nijmegen. Dus er was 50% korting. Ik heb deze fantastische Barbie trui voor Olivia gekocht. Heel cute. Nou, deze
korte leggingjes. Dit is dus wel als het heel warm weer is. Die waren maar 3,80. Kijk hoe leuk dit printje was. Dit is gewoon een basicje. Even kijken. Dan had ik voor vrienden van ons, die hebben, krijgen een babytje, heb ik 2 broekjes gehaald. I love mom, I love dad. Vond ik heel schattig. Dus die ga ik allebei inpakken. En dan aan die vrienden geven. En dan had mijn moeder dit voor Olivia gekocht. Dat was een setje bij de C&A. Oh, die I Love Mom en I Love Dad was ook van de C&A en was €10,99. Dit setje, dat was deze legging met dit jurkje. Leuk printje. En er zit dan dit aan de achterkant, zo'n strik. Met heel leuk. En dan dit tasje. Zo schattig, dat zat er dus bij. Ook van de C&A. Oh, is het prijsje afgeplakt. Dus dat weet ik niet. Volgens mij €15. Dan had ik als laatste. Oh nee, ene laatste. Dit was een duo. Dus dit broek, deze broek. Met deze broek. Zijn gewoon van die shorts. Want ik ga naar Pinkpop en ik heb een outfit. Maar dat broekje is te kort. Wat erbij zit bij die rok. Dus heb ik deze langere short bij. Ik heb hem eventueel ook nog in het groen, want dat zat erbij. En ik dacht, nou, die shorts is wel lekker voor in de zomer. Met een lang t-shirt. En als laatste deze waterfles. Ik had exact deze fles met de bevalling van Olivia. Alleen dan in het roze. En die vond ik heel fijn, maar die heb ik toen weggegooid. Want die plastic zooi vind ik nooit... Ja, op een gegeven moment is het te veel gebruikt. En dan heb ik het idee dat je plastic proeft. Dus dan gooi ik dat weg. Dus dat was eigenlijk mijn mini-shoplog. Was Vibra, C&A en Primark. Leuke dingen, hè? Voor de dingetjes die er nog zijn als deze video online komt, zal ik het in het linkje in de beschrijving zetten van deze video. En dan kun je eventueel de dingen zelf kopen als je ze leuk vindt. Nou, het is bijna 10 uur. Dus het is tijd voor mij om naar bed te gaan. En morgen 9 uur verloskundige afspraak weer. Dus ik heb er heel veel zin in. Ben een beetje zenuwachtig, maar vooral veel zin in. Ik hoop een heel mooi hartje te horen kloppen. 2 is ook leuk, maar ja. Ik hoop vooral dat alles gewoon goed is. Dus ik spreek jullie morgen. Oeh, ik heb net mijn klem uitgedaan. Dat doe ik altijd in de auto, maar ik heb heel wild haar nu. Ik zit met Nicky in de auto. Hier is die. Baby daddy. Want we zijn weer onderweg naar de verloskundige. Maar kreeg duidelijke instructies, niet vloggen daar, zei jij. Ja, je mag alleen vloggen als je ook de rest van het jaar vlogt, maar dat doe je niet, dus nee. Nee, ik vlog toch alleen mijn zwangerschap. Ja, precies, ja, dus nee. Dus jullie kunnen niet onze reacties zien ofzo. Dus ik spreek jullie na de verloskundige weer. Hopelijk met gewoon goed nieuws dat alles in orde was. Ik ben heel benieuwd wat de termijn is. Volgens mijn eigen berekeningen ben ik 7 plus... 4 of 5. Dus ik hoop dat zij dat ook zegt. Want dan heeft het in ieder geval geen goede achterstand en klopt mijn berekeningen. Het kan natuurlijk ook zijn dat mijn berekeningen niet helemaal kloppen. Maar dat gaan we vandaag allemaal horen. Ik vroeg gisteravond aan Nicky, heb je er zin in? Hij is vrij neutraal. Hij zegt, maakt het toch niet uit of ik er zin in heb of niet? Dat verandert er niks aan. Leuk voor als je kind het laatst ziet. Papa had er echt zin in. Ja, je zat er in de buik. Ja, waar had papa zin in? Ja. In respect over jou, ja. Waarschijnlijk zegt het kindje dan, ja, zo was ons pap. Leuke nuchter. Ja. Oké, ik doe de camera weg. Doei! Flemming automatisch. Oh, Flemming leuk! Yay! Alles is goed. Ik was wel 7 weken, precies, in plaats van 7 plus 5. Maar op een of andere manier ben ik altijd iets te ver verder dan ik zelf, iets minder ver dan ik zelf denk. Maar alles is goed, het was een snel hartje te zien kloppen, dus dat was positief. En we hebben meteen een extra echo ingepland. Omdat het de vorige keer natuurlijk fout ging na de eerste echo. Dus dan hoef ik nu niet tot de termijn echo te wachten. Maar over 2 weken hebben we een tweede echo. Dus dat is wel heel fijn. Helaas kan Nicky dan niet mee, want die moet dan werken. Maar mijn moeder gaat dan mee. Dus dat is ook wel fijn. Dus helemaal blij dat alles goed is voor nu.
En over 2 weken alweer een nieuwe. Dus happy, pip, happy. Alright, hoi. Dit is een beetje een hot na her vlog. Ik merk dat ik het moeilijk vind om te vloggen deze zwangerschap. Allereerst omdat ik super misselijk ben en super moe. En ik wilde het toch eventjes vastleggen, omdat... ja, dat vind ik gewoon wel zo normaal of zo. Omdat het part of the process is. Waar begin ik? Oké, ik ben dus misselijk of moe. Constant. Deze week ben ik zelfs... Ik ben nu 7 weken zwanger. Bijna 8. Ik ben vandaag 8 weken trouwens. En deze week moest ik zelfs spugen dat er ook wat uitkomt. Want hiervoor blijft het dan een beetje hangen bij kokhals de hele tijd. Wat ook mega vervelend is. Maar nu ook echt spugen. Een hele dag moe zijn. Moe wakker worden. Dus dat, die eerste trimester moeheid. Die ik echt vergeten was dat die bestond. Maar nu ik hem weer heb, weet ik het weer. En dan meestal in de loop van de dag gaat het wel iets beter. Wat fijn is, want dan voel ik me niet meer zo ellendig. Alleen dan komt dus de ruimte voor mijn verdriet. Voor het rouwen om mijn vader. Waardoor ik de dag weer afsluit in verdriet. En huilen. En dat het dan helemaal niet zo goed gaat. Ik moet zeggen, vandaag is dus een goede dag. Dus vandaar dat ik nu de camera erbij pak. En we gaan ook wat doen. Want ik heb weer een opwelling. Dus dat wilde ik ook vertellen. Maar ja, dat verdriet is zo heel erg aanwezig. En ik had nog niet eerder verteld, maar we hebben hiervoor een miskraam gehad. Daar ga ik denk ik nog wel het een en ander van delen. Vind ik niet nu per se nodig om te zeggen hoe het precies is gegaan. Maar daar zal ik wel een keer een video over maken, mocht daar vraag naar zijn. En mocht ik daar zelf ook... voor het verwerkingsproces van die miskraam daar behoefte aan hebben. Maar dat is, we waren zwanger in november, december toen we op vakantie waren. En de eerste echo was goed, net als dit. Deze zwangerschap was de eerste echo gewoon goed. En 2 dagen na de echo was het dus fout gegaan. Maar daar kwamen we dus pas 3 weken later achter bij de termijn echo. Toen was het niet gegroeid, dus mijn lichaam had niet door dat het niet werkte. Die miskraam is gewoon super emotioneel en kut proces natuurlijk. Pardon my language. Dus die spanning voel je ook. Naast het rouwen voor mijn vader. Ik heb echt zo'n... Oh, ben ik zielig gevoel, weet je wel. Wat ik heel stom vind als mensen zichzelf zo zielig vinden. Maar goed, die miskraam is er zo ingehakt toen. En het verliezen van mijn vader ook. Waardoor mijn blijdschap wat minder is nu. En excitement, omdat ik toch een beetje angstig ben. We hebben daardoor wel een extra echo komende week op dinsdag. Maar ik dacht, ik wil toch eventjes in de vlog delen hoe ik me echt voel. Want anders vind ik het niet een echte vlog en niet een echt dagboek voor mezelf. Dus dat. Dus, het gaat nu wel oké. Ik ben niet zo verdrietig vandaag. Mijn moeder is hier oppassen. We zijn het consultatiebureau geweest. Het was peuter 4 dagen vanochtend. Ik heb nieuwe nagels voor het EK ook. En ik ben niet zo misselijk, wat heel fijn is. Maar wat me ook dan weer zorgen maakt, dan denk ik, oh, is er iets niet goed met de baby? Dus een beetje een mix van emoties, maar blijdschap overheerst vandaag. Dus vandaar dat ik de camera erbij kon pakken. En die pak ik met een reden erbij, maar ga ik even een ander shot maken.
Oké, het is niet een heel ander shot geworden. Ik had vorig jaar heel veel baby's waren geboren en ik had allemaal dezelfde kraamcadeaus. Een van de leukste cadeaus die ik zelf vind om te geven en om te krijgen. Want je krijgt heel veel spullen als je een babytje krijgt. Die niet per se... daar kunnen ze nog niks mee. Daar kunnen ze pas mee spelen als ze 1 zijn of zo. Ja, dat heb je daar aan als kraamcadeau. Of kleertjes zijn leuk, maar niet voor de baby zelf. En ik heb dus een cadeau waar de baby meteen iets aan heeft. Omdat ze die heel snel... En echt, als ze misschien 1 of 2 maanden oud zijn, al kunnen vastpakken. En dat zijn O-balls. Alleen die O-balls zijn altijd in verschrikkelijk lelijke kleuren. En ik had dus hele mooie aesthetic kleuren gevonden. En die had ik dus gekocht toen. En die vond ik zo leuk. En iedere keer als ik met die vrienden met baby's afspreek, nemen ze die ballen ook mee. Omdat het gewoon makkelijk speelgoed is. Het neemt niet veel ruimte in beslag in je tas. Dus je neemt het makkelijk mee. Baby's vinden het leuk. Het rolt weg. Het is veilig. Want als ze erop gaan, dan drukt het gewoon in. Dus ze kunnen het niet stikken of vernauwen daardoor. Ja, dus heel blij. Heel top cadeau vind ik het. En toen, ik zat al heel lang in de gedachte van, nou, ik wil een webshop voor iets wat bij me past. En dit vond ik heel erg bij me passen. Dus vandaar dat ik van al die ballen, want er zijn verschillende kleuren, heb ik gewoon 10 gekocht. Online een leverancier opgezocht die maakte. Gevraagd van, hey, mag ik van al die ballen 10? Voor een mooie prijs. En ze zijn binnen. Dus ik zal jullie niet langer in spanning laten, want ik zal even laten zien hoe ze eruit zien. Ik weet dus niet welke kleur het is, want ik heb dus verschillende zakken liggen. Oh, dit is meteen de meest aesthetic kleur, want dit is de beige. Ik vind deze echt super mooi. Deze is dus ook heel leuk, omdat jongetjes altijd stomme kleuren, weet je wel. Blauw, ik hou niet zo van blauw. En dit is dan een hele mooie kleur. Dus zo heb ik 10 van deze ballen. En die ga ik dus verkopen. Ik weet nog niet of ik een webshop ga maken. Of dat ik ze op een marktkraam ga verkopen. Maar ik denk wel dat ik een webshop maak. Als het een webshop wordt, dan zal het waarschijnlijk mattia.nl/webshop zijn. Dus daar kun je heen. Ik zal het linkje ook hier in beeld zetten. En in de beschrijving. Check het. Want dit is echt het begin. Want ik heb het er nu net uitgepakt, dus ik heb nog geen webshop op dit moment. Maar omdat ik dit best wel van tevoren opneem, dat het nog allemaal onzeker is, die zwangerschap, dacht ik, dan kan ik wel leuk gewoon vloggen. En dan zien jullie de ontwikkeling van mijn webshop. En nou ja, de ondernemer in mij kon het gewoon niet laten om hier niet iets mee te doen. Want ik sta echt helemaal 100% achter dit product. En ik vind ze heel leuk. Dus ik ga ze nu allemaal uitpakken.